Hallo bij elkaar. Nou laat ik jullie zien hoe wij hier in huizen Schnierlemanko ons raclette eten, gourmetten. Het is misschien een beetje anders dan bij jullie in Nederland, ik weet het niet. Ik heb het plus min altijd zo gedaan met een raclette machine die nu nieuw is. Vroeger heeft men in Zwitserland dat niet zo gegeten. Ik ben opgegroeid met raclette zonder vlees. Maar dan beginnen we eens. Laat ik jullie zien wat ik alles gebruik. We beginnen eens met de kaas hier, de racletkaas. Die heb ik in Duitsland gekocht, maar jullie krijgen die ook in Nederland. De racletkaas heb ik gekocht, eentje natuur, eentje met peper, zwarte peper, eentje met chili en één soort met knoflook erin verwerkt. Daarnaast zien jullie een klein schaaltje, daar is verse knoflook. Dan de meeste spullen die ik gebruik zijn slaatjes en zo uit het glaasje of uit het potje. Dat is heel weinig werk voor een huisvrouw. Het enige wat wij moeten koken die dag zijn de aardappels. Dus zilveruitjes zien jullie, dan selderysalade. In de achtergrond zien jullie ook gelijk de wortelsalade. En dan kunnen we dan zo verder gaan met de machine verklaren. Heel eventjes, wie dat nog niet kent. Dat eten is heel machtig en dat eten we alleen in de koude tijd, zo 2-3 keer per jaar. Meer niet, omdat het machtig is en wanneer we het eten, eten we het een beetje luxe. Nou, dan gaan we verder met ons eten aan tafel. Jullie zien de zilveruitjes, de selderysalade, de mais. En hier is onze nieuwe machine. Die heb ik al 2 jaar, maar ik heb hem nooit gebruikt. Ik heb hem nu eruit gehaald. En ik heb er spijt van dat ik dat niet eerder heb gedaan. Want onderaan, waar de pannetjes op staan, is de parkeergarage, zeggen we nou eens. En dan, wanneer we willen de kaas smelten, doen we de kaas in de pannetjes en gaan een verdieping hoger. En dan gaat die smelten en helemaal bovenaan, dat is de grill, waar we het vlees kunnen grillen. En die metalen plaatjes, die zilveren die jullie zien, daaronder is een holte. En dat was zo super. Jullie zien ook dat de grill is niet effen. Die is een beetje als een dak. Hè? En schuin. En de hele vet van het vlees is daar weggelopen. Onder die metalen plaat gegaan. En daarom hadden we niet zo'n spetterwerk op tafel. Wat ik ook goed van vond. Want we hadden een mooi tafelkleed. Dat is wel beschermd met een plastic. Tafelkleed van mijn nonna uit Italië. Dan zien jullie de mais die we ook gebruikten en de cocktailsaus en de currysaus. En dan komen we ook gelijk bij het vlees. We hebben het dit jaar daar ook simpel gehouden. Ik heb 24 uur van tevoren onderaan kippetje met knoflook, poeier, zout en verse gember gemarineerd. Dan kort voor het eten heb ik ook nog verse kipfilet. Dus alles kipfilet, hè? Verse kipfilet met gewoon gezouten. Ik heb mini hamburgertjes gemaakt. Dat heb ik gekruid naar mijn stijl met rozemarijn en weet ik veel allemaal. En helemaal bovenaan is paarden biefstuk. Echt lekker. Dan gaan we verder. Hier zien jullie ananas en asperge uit het glas. En gekookte ham. Dan augurken, vers gesnipperde uien. Daar zijn ook weer sausjes, knoflooksaus en zo. Dan de gekookte aardappeltjes, nog eens kaas. Hier de wortelsalade, de champignonnen uit het blikje. Verse Spaanse pepers en olijven. Olijven is niet gebruikelijk. Die heb ik voor mij gevat, want ja, ik heb ja Italiaanse wortelen. En dan begonnen we ook al met aardappeltjes vatten. Je kunt natuurlijk ook andere aardappels maken. Je kunt rösti maken, wanneer je dat per se wilt. Normaal wou mijn man ieder jaar aardappelen uit de bakoven. Vertel ik gelijk hoe het gaat. Aardappelen wassen, halveren, olijfolie op, zout op en komijn erop. En in de bakoven 1/2 tot 3/4 uur bakken. Dan eruit halen, wanneer de korstje is, zijn ze klaar. En dat lustte mijn man heel erg. Maar dit jaar wou je het simpel houden. En jullie zien al hoe ik het pannetje vul met de kaas. En dan gaan ze een verdieping hoger waar het gaat smelten.
Ik heb het graag wanneer de kaas zo gesmolten is dat er nog een klein korstje bovenaan komt. Ik doe niet veel dingen erin in het pannetje. Jullie zien gelijk dat mijn man dat heel anders doet. Maar hij had even de fles wijn geopend, Chianti. We hebben ook Prosecco gedronken, maar die vond ik dan niet zo super. En ik drink sowieso amper alcohol. Dus nou alleen omdat het de feestdagen waren, heb ik een beetje gevat. Maar nee, het was niks voor mij. Ik maak als eerst een traditionele bord. Traditioneel raclettebordje om jullie te laten zien hoe ik ben opgegroeid, waarmee ik ben opgegroeid, hoe voor ons raclette was. Raclette was bij ons veel simpeler als tegenwoordig. Ja, en de zilveruitjes horen er ook bij de traditionele bord. 100 jaar geleden hebben ze het misschien nog simpeler gehouden, dat weet ik zelf niet. Ik kan alleen vertellen waarmee ik opgegroeid ben. En ik ben apetrots op de tafelkleed dat ik heb geërfd. Mijn lieve tante uit Italië, ze woont in Fidenza in Noord-Italië. Ze heeft mij dat gegeven. En dat tafelkleed was van mijn oma. Nonna heet dat in Italiaans. En nonna heeft dat voor haar laten borduren, zei ze. Of zelf geborduurd, dat weet ik nou niet. Maar het is op ieder geval van hand. Helemaal van hand. Also niet met een machine van hand. Van hand geborduurd. En super mooi. Hier hebben we ons geproost. Voor het eten. Het mooie van raclette is, je moet met elkaar praten. En het is heel gezellig met elkaar zo eten. Want je helpt elkaar, je bent met elkaar bezig. En jullie zien, Ramona wou niet gefilmd worden. En ze heeft een kaasje in haar pannetje gedaan en weer op de parkeerplaatsen teruggezet. Want ze heeft niet begrepen dat die nieuwe machine, dat die een parkeerafdeling heeft, helemaal onderaan. Daarom heb ik die machine toen gekocht. Hè? Want ik had eerst een andere machine die dat niet had. Dat is een van de enige machines die dat heeft. En dat is heel makkelijk, hè? Want wanneer je eens pauze wilt maken, even geen raclette eten, kun je het gewoon onderaan leggen. Eerst moest ik altijd een houten plankje naast de bord neerzetten. Want wanneer die pannetjes heet zijn, kun je het niet meer op tafel leggen. Hè? De eerste keer wel, maar na de hand niet meer, anders verbrandt die tafel. En Ramona is aan het kijken, nog iets aan opdoen op haar raclette en gooit het weer onderin en snapt niet dat het niet warm wordt. Na de hand heeft ze het dan gesnapt, jullie zien het zo. En ik heb dat vergeten haar te zeggen, ik dacht, dat spreekt voor zichzelf. Nou, nu heeft ze het naar boven gezet, nu heeft ze het gesnapt. En jullie zien, mijn man heeft uien opgedaan en nu doet hij een beetje knoflook in. En na de hand doet hij pas kaas op. Hij heeft een hele andere manier van raclette eten. Ik kende dat helemaal niet zoals hij dat deed. Oh ja, en mais deed hij ook nog op. En daarom heb ik ook begonnen met ananas en ham. Want hij doet op het laatst normaal altijd ananas erop en ham. Dan laat hij dat eerst heet worden. En dan haalt hij het pannetje eruit. En dan doet hij nog kaas erop. En dat is dan zijn dessert. Hè? Ja, heel apart. Zo zie je dat ieder mens heel anders is. Jullie zien ook, Ramona heeft vlees opgegooid op de grill voor iedereen. Dat is juist ook gezellig. Hè? Iedereen helpt iedereen een beetje. Dat is het mooie aan dat eten. Ik had blijkbaar honger. Ik had een aardappel zo. Ja, wanneer ik dat eet, wanneer ik weet dat eten van die dag, dan eet ik meestal overdag amper iets, omdat ik weet dat 's avonds wordt goed gegeten en het is best machtig eten. Het is voor mij echt niks voor de zomermaanden. De Zwitserse ik ken genoeg Zwitserse die dat één keer de week eten, ook in de zomer. Ik kan dat niet. Ik denk dat zal me gruwelijk misselijk worden. Want kaas, zo gesmolten kaas, is toch best machtig, hè? Nu zien jullie hoe mijn man begint de kaas te gesmolten, op de aardappels te gooien, te gieten.
begint hij weer met uien. Als op uien is hij echt gek, hè? Ik heb nooit zo goed opgelet. Ik wist dat hij het graag had, maar dat hij het zo graag heeft, dat heb ik nu pas gezien nadat ik het filmpje zag. Zo, en dan deed hij ook twee plakjes kaas erop. Want die plakjes kaas uit Duitsland, van Kaufland heb ik die, die zijn best dun, hè? Die zijn eigenlijk te dun, hè? Want in Zwitserland zijn die kaasschijven dubbel, meer als dubbel zo dik. Daarom doe ik ook twee erop. Want het is anders veel te dun. En mijn man is alweer aan het zoeken wat hij wil. Chili bouwt hij. En ik zit het vlees te draaien. Dat was dan ook naar de hand gaar. Dat was het paardenvlees. Zo, nu gooi ik mijn kaas erop. Ik heb alleen een beetje peper op gedaan. Ik hou van peper en knoflook op de kaas. Ik hou niet zo de kaas met chili, hou ik niet zo van. Alleen zwarte peper en knoflook. Mijn man heeft zijn bord nog niet klaar. Nu wil hij nog vlees erbij gooien. Hij begint pas te eten wanneer hij alles erop heeft. Zo, en dat is typisch de traditionele, wat ik heb geleerd, traditionele Zwitserse raclette. Meer was het niet. Het was dat en klaar. En niet zoals wij dat tegenwoordig genieten. Hè? Maar ik vind het fijn dat we de mogelijkheid hebben tegenwoordig zo uitgebreid te genieten met zoveel verschillende soorten vlees. Want ik heb het ook al gedaan met eendborst. Daar heb ik wel het vet weggehaald en gegrild. En van het hert, ook biefstuk. Je kunt van alles vlees gebruiken wat je wilt. Ik heb gehoord dat mensen, sommigen, ook vis grillen. Ik vind dat heel raar. Ik vind die, also voor mij gaat dat niet. Ik kan dat niet met vis en dan kaas. Also, ik vind dat iets heel raars. En ik heb gehoord en gezien dat mensen ook broodjes erop pakken. Dat vind ik ook apart. Een beetje te. Dat is helemaal niet nodig. Want dat is al voldoende zo. Hè? Veel verschillende soorten vlees. Het beste is echt kip. Kippenvlees is het beste. Jullie kunnen natuurlijk ook varkensvlees nemen. Ik lust dat niet zo. Nee. Ik heb liever rund of dus de half-half dat gehakt met heel veel kruiden in. Dat is oké. Maar echt zo varkenslaapjes of varkenskotletten of zo. Jullie moeten toch altijd alles in kleine stukjes snijden. Zo mondgrote stukjes. Dat is wel een beetje must. En ja, ik hoef geen varkensvlees. Jullie kunnen alles andere eten die dag. Ja, een kip, een kalkoen, dat is gewoon makkelijk, hè? Voor mensen die ander vlees niet graag hebben, maar dat lust bijna iedereen. Ah, zo, jullie hebben gezien hoe het gaat. Ik wens jullie fijne feestdagen. Veel eetplezier, genieten jullie, want eten is niet alleen de maag vullen. Eten is passie, ambacht en gezelligheid. Lekker bij elkaar zijn. Doei allemaal. Ciao, ciao.